van haar zien. Het is perfect. Kamperen is een geweldig verjaardagscadeau. Western Holly zal het zo leuk vinden om weer te kamperen. De vorige keer vond ze het ook superleuk. Maar waarom is ze zo stil daar? Luister goed, dat is ze niet. Hey, gezien Western Horny nog steeds slaapt, laten wij de camping vast opzetten als verrassing voor haar verjaardag. Ja, en laten we het deze keer echt klaarmaken. Laten we alles snel regelen en laten we heel stil zijn. Klaar? Ja. Ik zou wel een schop kunnen gebruiken. Laten we Western Honey gaan verrassen. Waar komt al die herrie vandaan? Verrassing! Kamperen? En jullie hebben alles al opgezet? Fijne verjaardag! Oh, wauw. Als eigenaar van de Glam Scout kampeerspeld, denk ik dat deze stoelen zullen moeten worden verplaatst. En dit is wat te ver naar het oosten geplaatst. Ik heb een kompas nodig. Dank, Tempsy Swag. Wacht. Wie deed dat? Ik, hè? Wow, wie ben jij? Ik ben Canyon Cutie, officiële vrolijke kampeerder en wildernisexpert. Dit is geweldig! Ja, leuk om nog een echte kampeerder te ontmoeten. Ik ben de eigenaar van een Glam Scout kampeerspeld. Gaaf! Nou, laat het me weten als je iets nodig hebt. Maar dat zal wel niet gezien je een expert bent. Oh, en ik nodig jullie graag uit voor een diner op mijn kampeerplek. Yay! Oeh, het is leuk hoe niet chic je bent. Ja, waar zijn al je spullen? Ik maak alleen wat ik nodig heb. Wauw, heb je dit zelf gemaakt? Dit is geen kamperen, dit is echt kamperen. Wat kun je niet? Opera zingen. Nog niet. Ik heb zelfgemaakte stoofpot klaarstaan. Er is geen magnetron hier, maar dit is heerlijk. Dat zijn waarschijnlijk de wilde wortels die ik erin heb gedaan. Dat was een geweldig diner. Oh, maar ik ben een beetje moe. Hoe moeten we deze overkapping weer rechtzetten? Hij zit vast. Dat weet ik wel. Ik kan dit. Oké, dan ga ik naar binnen om het slaap te pakken. Ik ook. Ik vroeg me af of je weet hoe je een overkapping die vast zit moet oprollen. Probeer het eerst een beetje terug te rollen. Ah, natuurlijk. Dat wist ik. Ik testte je gewoon. Een beetje terugrollen, zei ze, hè? Verstreet bedoelde ze rolde overkapping terug. Ja, dat was het. We hebben geluk dat we Western Honey hebben om dingen op te lossen die wij niet begrijpen. Yep, we hebben veel geluk. Hey, we bewegen.
Het is waarschijnlijk gewoon Western Honey die ons eventjes naar de perfecte plek schuift. Met je kompas. Huh? Wacht! Stop! Wat moet ik doen? Help! Help! De glamper rolt er vandoor! Ja! Spijt me. Ik had jullie eerder moeten stoppen. Het was een wegrollende klemper. Canyon Cutie heeft hem gestopt. Ze wist precies wat te doen. Oh, ik was dichtbij, dus kon er eerder komen. Jij zou precies hetzelfde hebben gedaan. Maar je was geweldig. Je draaide en sprong 100 mijl. En... Maar ja! Ik zou vast hetzelfde hebben gedaan. Tuurlijk. Jij bent jarig. Van harte gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera! Ah, tjonge. Bedankt. Luister, jullie moeten weten. Ik zou niet hebben kunnen doen wat Canyon Cutie deed. Dat was een spectaculaire redding. Geen probleem, joh. Ik train al in het bos sinds ik luiers droeg. Voor dit soort noodgevallen. Nog een andere vraag, Canyon Cutie. Hoe open je een blik zonder blikopener? Wat? Ik heb mijn blikopener speld nog niet. Wil je het echt heel graag weten? Ja. Yeah. Eerst haal je wat grote stenen. Ja? Dan haal je een kleine telescoop. En als de maan precies goed staat, ga je zitten op de stenen en er naar kijken. Genieten! En dan leen je een blikopener van een vriend.